Vandaag herdenken wij het feit dat nog niet zo heel lang geleden circa 1 miljoen Afrikanen naar Suriname en de Antillen zijn getransporteerd. 400 jaar lang waren de voorouders van Antillianen en Surinamers met Afrikaanse roots gedwongen om te leven en werken in een bij Nederlandse wet goedgekeurd systeem waarbij zij behandeld werden als privé-eigendom van een ander. De slavernij is en was in alle opzichten verkeerd. Daarbij past schaamte, diepe spijt en berouw.